Vertel even wie jullie zijn. Ik ben Maries van der Rek en ik ben coördinator van jongerennetwerk Dienjenstad. En je buurvrouw? Ik ben Catharine Soetenaal van Iris in de Buurt, Iriszorg en het project Ontmoeten en Verbinden. Wat is nou het verhaal wat jullie willen vertellen hier? Het verhaal is dat Ontmoeten en Verbinden is voornamelijk voor de dak- en thuislozen in Ede om gezien te worden. Dus wie zijn de dak- en thuislozen, wat voor problemen spelen er, wat hebben ze nodig, een luisterend oor, iemand die of mensen die dingen kunnen betekenen voor hun. En samen met Dienjenstad werken wij om hun beter in beeld te krijgen en weer deel te laten nemen aan de maatschappij. En hoe doe je dat dan? Op het moment dat er een hulpvraag is, dan belt Catharine me op. En dan vraagt ze aan Maries, heb jij mensen die mee kunnen helpen? En dan ga ik kijken of ik jongeren kan vinden die zich willen inzetten voor andere mensen. En die brengt dan met elkaar in contact. Dus die jongeren komen in contact met de persoon die hulp nodig heeft. En ik vind het heel tof dat juist jongeren betrokken zijn bij het samenleven. Dat zij willen meedenken. Dat zij ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken. En het is een mooie manier om juist ook kennis te maken met een doelgroep die aan de rand van de samenleving staat. En wat kunnen die jongeren dan doen? Ze komen vaak bij mensen die in een verwaarloosde huishouden wonen. Waar eigenlijk best wel veel complexe problematiek is. En jongeren kunnen daar samen met de hulpverlening die ook aanwezig is, Catharine of iemand anders, juist een begin maken met het opruimen van een huishouden. Zodat uiteindelijk ook thuiszorg opgestart kan worden. En dat is uiteindelijk ook het doel uiteindelijk, dat er een stukje groei plaatsvindt bij de persoon. En hoe krijg je dan die jongeren zover dat ze dat gaan doen? Zoveel jongeren die willen wat betekenen. En wat ik doe is jongeren inspireren om uit tent te lokken, om juist uit een kamertje te komen. En naast je studiewerk of andere dingen, juist om te zien naar andere mensen. En juist op die mensen af te stappen en van betekenis te zijn. Ja, Catharine, wat wil je ermee bereiken? Wat willen jullie daarmee bereiken? Nou, wat wij ermee willen bereiken is dat deze mensen die dus voornamelijk te maken hebben met verslavings- en psychiatrische achtergronden, dat die gezien worden door mensen en dat die inderdaad ondersteund kunnen worden en de steun ook kunnen accepteren. En zien van, wij hoeven niet geld te hebben of wat dan ook om geholpen en of gezien te worden. Maar de buurman of buurvrouw kan ook naar mij kijken en kan mij ook steunen. Stel nu dat er een jongere geïnspireerd is, wat moet hij dan doen? Als een jongere geïnspireerd is, kan hij solliciteren. Maar kan hij solliciteren bij jullie? Ja. Wordt hij betaald dan? Nee, dat is vrijwillig. Dat is vrijwillig. Ja. Wat zou je graag willen? Wat ik graag zou willen is dat de samenwerking met nuldelijnsvoorzieningen, zoals inderdaad Dienjenstad, het Maatjesproject, wie dan ook, dat die inderdaad de tijd en de energie willen steken in deze doelgroep, om die mensen ook te kunnen zien en daar een helpende hand aan te bieden, zodat zij verder kunnen in de samenleving. Ja, dus eigenlijk doe je een oproep aan iedereen hier in die zaal om te zeggen van, doe mee. Zeker. Ja, dank jullie wel. Dank je wel.